welkom bij deze nieuwe video. Er is iets zeldzaams gebeurd in de make-up wereld en dat is dat MAC is uitgekomen met een daadwerkelijk mooie collectie. Dat gebeurt niet heel vaak. MAC Cosmetics is altijd een beetje moi. Ze gaan niet echt mee met trends. Ze zijn niet echt innovatief. De laatste collectie die ik van hun heb getest was de Cruella collectie. Die video staat al online op mijn kanaal. Die collectie was leuk omdat het Cruella is en zo, maar het was niet bepaald een mooie of een hele draagbare collectie of zo. Maar toen ik deze zomercollectie zag, ik dacht echt wauw, dit is echt een super mooie collectie. Het zijn wel slechts 3 producten, maar alsnog heb ik gewoon alles ingeslagen. Ik heb het gewoon online gekocht bij Douglas. Maar deze collectie is ook gewoon te koop in de winkels. Dus ik ga deze collectie vandaag reviewen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Zoals ik al net zei, het zijn slechts 3 producten. Dus ik heb mijn hele basis make-up al gedaan. We hebben een oogschaduwpaletje, een highlighter en een lipstick. En we gaan gewoon beginnen met het oogschaduwpaletje. Deze verpakkingen vind ik echt heel erg mooi. Heel leuk kleurrijk. Het is wel een limited edition collectie. Dus de collectie gaat weg. Dus als je vandaag iets ziet wat je wilt, sla het dan snel in. Ik zet ook beneden in de beschrijving linkjes van deze 3 producten. Dus deze verpakking vind ik heel erg mooi. €50 is wel weer aan de hoge kant. Maar ja, het is MAC Cosmetics en MAC is gewoon altijd duur. En dan is dit het paletje. Zo heel mooi geel. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Hij voelt ook gewoon lekker luxe aan. Ik vind de kwaliteit van het paletje al heel erg fijn aanvoelen. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet van binnen. Echt een prachtige beetje pastel en kleurrijke kleurtjes. Echt een zomers paletje met een hele grote spiegel erin. Ook hebben we weer dit plasticje en hierop staan alle kleurnamen. Maar ik pleur dit altijd gewoon weg. Ik vind het altijd fijner als de kleurnamen er gewoon zo onder staan. Achterop staat echt helemaal niks. Ze hadden eigenlijk gewoon zo de kleurnamen hier achterop moeten plaatsen. Het was echt veel handiger geweest dan dit. Want wie bewaart dit nou? Ik denk echt bijna niemand. Voor de hoge prijs ga ik er ook van uit dat de kwaliteit goed gaat zijn. MAC Cosmetics is een beetje hits en misses. Af en toe is iets heel goed, maar af en toe is iets ook heel slecht. Maar ik ga ervan uit dat dit gewoon een mooi paletje gaat zijn. Dus ik ga even hiermee een look creëren op mijn ogen. Oké, we zijn ingezoomd op mijn gezicht. Nou kunnen we elkaar beter zien. Ik heb al gepruimd met concealer. Ik krijg heel tijd zo van die creases op mijn ogen. Dat is zo irritant. Dus ik hoef mijn ogen niet meer te pruimen. We kunnen gewoon gelijk beginnen. Ik heb nog geen idee wat voor look ik ga maken. Maar het is een beetje kleurrijk. Ik wil het ook een beetje draagbaar maken. Ik wil niet een al te heftige hele ooglook maken. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met deze paarse kleur. Die ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met deze donkerdere paarse kleur. Die breng ik aan met mijn Boozy Shop UP24 Quast. Dat is een platte fluffy quast. En die breng ik hier in de buitenste hoeken aan om het iets donkerder te maken. Dan pak ik deze hele lichte bruine nude kleur. En deze hele grote fluffy quast. En wat ik dan doe is dat ik met die kleur een beetje over de randen ga. Om het extra goed uit te blenden en smoky te maken. Die kleuren brachten echt gewoon goed en lekker creamy aan. I love it. Vooral die donkere kleur. Die voelde echt super creamy aan. Echt een heel fijn gevoel om zo je make-up aan te brengen. Dan heb ik hier ook een aantal glanzende kleuren. De glanzende kleuren zien er wel niet echt heel glanzend uit. Ik denk dat ik voor deze een beetje roze glanzende kleur ga. Ik pak gewoon een beetje met mijn vinger. En dan breng ik dit aan over mijn hele ooglid. Oh, het is wel heftig. Oh my god, oké. Ik dacht dat ze echt niet heftig gingen zijn. Godzijdank, want ik wilde eigenlijk wel gewoon dat de look een beetje heftig werd qua glanzende kleurtjes. Wauw, dit is echt prachtig. In het echt is het nog mooier dan op beeld. Want in het echt zie je echt al die glittertjes en zo. Dan pak ik weer een beetje van die donkere paarse kleur. En die breng ik weer hier aan in de buitenste ooghoeken. Oké, nou gaan we de ooglook nog heftiger maken. Want ik wil ook een beetje van de andere felle kleurtjes gebruiken. Omdat dit toch wel een review video is. En ik dan ja, gewoon veel kleuren wil gebruiken. Dan ga ik in met deze groene glanzende kleur. En die kleur wil ik aanbrengen op mijn hele onderste wimperrand. En dan blend ik het een beetje uit met de gele matte kleur. Ik pak gewoon een beetje van die kleur en die breng ik dan zo een beetje eronder aan. En zo wordt het iets feller. Dan pak ik de groenige glanzende kleur. En die breng ik een beetje zo aan hier in de binnenste ooghoeken. Wauw, ook die groene glanzende kleur is echt super heftig. I love it. Oké, ik denk dat ik het dan hierbij laat. Dit is de hele ooglook. Ik vind het echt heel erg leuk, lekker kleurrijk. Maar nog wel gewoon een soort van draagbaar of zo. Ik vind het echt heel erg leuk. Je kunt hier echt best wel veel looks mee maken. Heel erg mooi. Ik ga even de ogen afmaken en dan kom ik zo bij je. Oké, mijn ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn deze van de Primark in de stijl 730. Een van mijn fave nepwimpers. Nou ga ik verder met mijn gezicht. Ik heb al bronzer en blush.
blush op. En ik heb hier de nieuwe highlighter van deze collectie. Dit is de MAC Extra Dimension Skin Finish Highlighter in de kleur Fleur Sure. Je hebt hem in twee kleuren. Je hebt Fleur Sure, die heb ik. En je hebt Royal Flush en die is iets meer roze. Deze verpakking is ook weer echt prachtig met al die bloemen zo erop en zo. En dit is dan hoe de highlighter eruit ziet. En best wel een kleine verpakking, maar wel heel mooi. En dit is dan de kleur. Een hele mooie, hele lichte champagneachtige kleur. Het ziet er echt prachtig uit. €30 is wel weer een hoge prijs. Oeh, het ziet er heel mooi uit. Kijk dit. De roze kleur zou ook echt prachtig zijn als een soort van skin finish zo hier over je wangen, over je blush heen. Om een soort van roze glow te krijgen. Maar één nobody gaat €60 betalen aan twee blushes. Dus ik heb gewoon één kleur gekocht. De blush die ik nou op heb is ook van MAC in de kleur Peaches. Een hele mooie matte peachy kleur. En nou ga ik deze aanbrengen. Hij is wel echt klein. Dit is de blush van de Cruella collectie. Ik kijk even het verschil qua grootte. Deze is echt een stuk kleiner. Maar aan de ene kant vind ik het wel ook weer fijn. Want dan is het makkelijker voor to go. En makkelijker om vast te houden en alles. Ik had het wel fijn gevonden als hier een klein spiegeltje in zat. Vooral voor die hoge prijs. Oké, laten we kijken wat hij ervan gaat bakken. De highlighter kwast die ik gebruik is mijn Morphe R36. Oké, er komt echt gelijk heel veel van af. Het is wel een vrij lichte kleur. Ik denk wel een iets te lichte kleur voor mijn huidskleur. Het oogt een beetje wittig of zo. Maar het is wel echt heel mooi. Dit zou prachtig zijn op een lichte huid. Er komt gelijk heel veel van af. Het is ook gewoon lekker creamy. Kijk even hoe mooi, jongens. Ondanks dat hij wel echt een tikkie te licht is voor mij, vind ik hem wel echt heel erg mooi. Oh jongens, I love it. Prachtig. Ik heb nou een beetje spijt dat ik de roze niet heb gekocht. Ik denk dat ik die alsnog ga halen voor als een hele mooie blush finish. Ik vind dit echt heel erg mooi. De glow is heel mooi. Het brengt heel fijn aan. Lekker creamy. Het blendt goed uit. Het is niet poederig. Ik vind hem echt heel, heel erg fijn. Deze ga ik echt vaker gebruiken. Wauw. Dan heb ik hier een lipstick. MAC is uitgekomen met 5 van deze lipsticks voor deze collectie. Gewoon met €20 de normale MAC prijzen. En het zijn volgens mij bestaande kleuren. Ik weet van bijvoorbeeld de rode kleur Ruby Woo dat dat een bestaande kleur is. Maar ik weet niet of het allemaal bestaande kleuren zijn. De kleur die ik heb is voor Get Me Naughty. En dit is echt de kleur die mij het meeste opviel. Want het is een hele aparte lila paarse kleur. Kijk deze mooie paarse verpakking, jongens. Echt fantastisch. En dit is dan de kleur van de lipstick. Het is letterlijk een paarse lipstick. Heel erg mooi. Ook een van de meer heftige kleurtjes. Kijk dit even. Het voelde ook weer super super creamy aan. I love it. Oké, ik ga de lipstick eerst eventjes alleen aanbrengen. En dan heb ik op de MAC Instagram ook gezien dat ze deze kleur aanbrachten over een rood lippotloodje. Dus echt een super aparte combinatie waar ik zelf nooit op zou komen. Maar het zag er echt prachtig uit. Maar allereerst ga ik hem gewoon zo aanbrengen. Nou, dit is echt de meest aparte kleur ever. Het is echt een beetje een pastel lila paarse kleur. Hij is wel echt super fel, super creamy, super gepigmenteerd. Alles is gewoon weer super. Ik vind MAC lipsticks echt een van de beste lipsticks. En deze is weer precies de same, precies dezelfde formule als die je gewend bent. Ik ga nou een rode lipstick aanbrengen en dan deze daar zo een beetje overheen aanbrengen. Want dat zag er echt super mooi uit op de MAC Instagram. Ik heb helaas geen rood lippot loodje van MAC, maar ik heb wel deze van YouStar. Deze is in de kleur 06 Ruby Red. Zo, en dan deze kleur in het midden aanbrengen. Dit is echt zo apart. Het geeft een beetje zo'n hele mooie soort van ombre effect. Ik vind het echt heel erg mooi. Wie zou dit nou hebben bedacht uit zichzelf? Hoe bedenk je dit? Rood met paars combineren? Ik ben zo blij dat ik dit zag op hun Instagram. Want ik vind dit echt heel erg mooi. De kleur zo alleen zou ik persoonlijk niet dragen. Ik zou hem altijd combineren met een ander soort lippotloodje. En dat was het dan, jongens. Dan breng ik wat fixing spray aan en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was dan de hele MAC Cosmetics Botanical Panic collectie. Wat vonden we ervan? Ik vind dat het echt heel erg goed is gegaan. Ik ben heel blij met deze make-up look. Ik vind het echt een hele mooie look. Ik raad ook echt letterlijk alle drie de producten aan. Ik vind ze alle drie echt heel erg mooi. Vooral deze highlighter heeft me echt geschokt. Ik vind hem echt prachtig. Als je een lichte huidskleur hebt, dan gaat hij echt nog mooier zijn. De lipstick is ook heel erg mooi. Dit is wel een hele aparte kleur. Maar je hebt nog 4 andere kleuren die wat meer neutraal zijn. En dit paletje heeft het ook heel erg goed gedaan. Is het nou echt een wow paletje en het beste paletje ever? Dat niet per se. Ik vind de prijs ook een tikkietje
beetje hoog. Ik zou voor dit paletje misschien 35 euro betalen of zo. Maar als dit iets is wat jou aanspreekt, de kwaliteit is wel gewoon goed. En je kunt er echt een mooie look mee maken. Laat me weten wat je van deze collectie vindt beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!